Stap in de wereld van de Teacher Tech Heroes, een krachtige podcastreeks vol inspirerende interviews met toegewijde leraren. Ontdek hun successen en uitdagingen en hoe ze technologie gebruiken bij hun dagelijkse onderwijs. Jouw gastvrouw, Laura Walter-Goudsmit, ging in gesprek met leraren in Nederland. In een wereld die nooit stilstaat, waar groei en verandering de norm zijn, ontdekken we samen hoe deze leraren voortdurend evolueren, verbeteren en leren. Laat je inspireren door deze dynamische podcastafleveringen die een podium geven aan de leraren en aan onderwijs in een digitale maatschappij. Dit zijn onze Teacher Tech Heroes. Goedemiddag iedereen, welkom bij de nieuwste aflevering van seizoen 3 alweer van de Teacher Tech Heroes. We nemen het stiekem op in het schooljaar 2022-2023, maar wanneer jullie dit mogen luisteren en kijken, zijn we al in september. En ik heb vandaag als gast Naomi. Hoi Naomi! Hoi! Superleuk dat je vandaag te gast bent in onze podcast. Naomi, zou jij je willen voorstellen voor de mensen die kijken en luisteren? Ja, zeker. Leuk om er te zijn. Ik ben Naomi van Zanen. Ik ben 42 jaar getrouwd en moeder van twee hele leuke, interessante pubers. En werkzaam in Montessori-onderwijs in Almere. In Almere. En Montessori onderwijs is een sector die echt gewoon heel erg dicht bij mijn hart ligt. Mijn kinderen zitten ook op de Montessori. Ben jij gelijk gestart naar de leraaropleiding in de Montessori? Of heb je ook gewoon andere richtingen van het onderwijs mogen ontdekken? Nee, ik ben bijna geboren in Montessori onderwijs. Kijk. Ik heb zelf basisschool en middelbare school Montessori gedaan. Een kleine uitstap gedaan naar de mbo om daarna ook echt de Montessori opleiding te doen. Dus ik ben echt helemaal als Montessoriaan ook opgeleid. Om daarna op een Montessori school te gaan werken waar ik ook echt al heel lang hang. Oh kijk, superleuk. En aan welke groepen geef je les? Of welke groep? Ja, nee, ik ben echt middenbouwjuffrouw, dus ik ben echt groep 3, 4, 5. Oh kijk, superleuk. Dus combinatiegroepen, wat we ook heel vaak zien op de Montessori. Hè, zodat de oudste de jongste helpen en vice versa, dat er uitwisseling is. En je zegt, je bent geboren in die Montessori-wereld. Dat is wel heel mooi ook dat je dat gewoon daarna ook echt als keuze hebt gemaakt. Gewoon voor jou, voor het lesgeven ook met de Montessori. En ik weet dat heel veel mensen wel weten wat de gedachte achter Montessori is. Maar ik kan me ook voorstellen dat misschien leraren in opleiding of jonge mensen denken van Montessori, wat? Zou jij ons kort willen meenemen, een beetje in de gedachten van Maria Montessori? Ja, zeker. Ik zal dat proberen kort te houden, want vaak gaan wij dan helemaal los. Helemaal los, inderdaad. Nee, wat vaak mensen denken bij Montessori is, oh, dat is toch dat speciaal onderwijs waar kinderen heel erg vrij worden gelaten en ze helemaal zelf mogen weten wat ze willen doen. Dat wil ik dan eigenlijk nu ook meteen maar mooi duidelijk maken dat het eigenlijk niet is. En maar we ik kijken ga dat heel bevestigen als moeder dat het niet is. Ja, precies. Maar dat is vaak echt het beeld dat mensen hebben bij Montessori onderwijs. Nee, het gaat echt om kijken naar het kind. En heel erg goed kijken naar wat is de behoefte van het kind, wat wil het kind. En van daaruit ga je verder met het leren en kijk je heel erg naar de leerlijn van het kind. En sommigen kunnen daar wat sneller doorheen gaan, sommigen kunnen daar wat minder snel doorheen gaan. Maar we blijven altijd kijken naar de behoefte van het kind. En dat vinden wij heel belangrijk. We gaan dan heel erg uit vaak ook van de kosmische visie, van het grote geheel naar het kleinere geheel. Dus we kijken heel erg ook dat we buiten naar binnen willen halen en dat we binnen naar buiten willen halen. En dat we zo die combinatie gewoon heel erg goed maken. En proberen ook eigenlijk de hele omgeving rijk te maken voor het kind. Ja, precies. Want er ontstaat vaak het beeld, of ik word vaak gevraagd als Montessori-moeder, dat er wordt gevraagd van, dus als je kind niet houdt van rekenen, gaat je kind ook niet rekenen. Ja. Want dat beeld heerst heel erg rondom het Montessori-onderwijs, wat echt heel,
heel gek is. Dus daarom ben ik ook heel erg blij dat ik jou mag interviewen vandaag. Want dan horen we ook gewoon echt wat het is vanuit iemand die lesgeeft in de Montessori. En die dat kan uitleggen. En wat je zegt ook, herken ik ook echt. Gewoon het thematisch aanpakken, alle vakoverstijgend. En gewoon op thema's werken en het buitenwereld naar binnen brengen. Dat zie ik ook heel erg mooi terugkomen op de Montessori school van mijn kinderen. Ja. En ik vind dat zelf ook zo'n mooie verrijking. En de gesprekken aan tafel zijn altijd prachtig eigenlijk. Omdat ze van alles eigenlijk beleven zo op een dag. En dat uiteindelijk vragen ze van, heb je nog wat geleerd? Ja, zoveel. Dus dat is echt wat overheerst zeg maar in de gesprekken aan de keukentafel. Ja. En Montessori onderwijs heeft voor mij iets ook echt heel bijzonder, is ook het materiaal die je kan aanbieden aan kinderen. Kun je daar ietsjes meer over vertellen? Ja, het materiaal is heel erg gericht op de visuele ontwikkeling van de kinderen. Zodat je heel erg, en dat je heel erg leert door het te doen. Een van de leuzen natuurlijk van Maria Montessori is ook leer mij het zelf te doen. En wij gebruiken onze materialen om dat te ondersteunen. Zo hebben wij heel mooi rekenmateriaal wat het getal inzicht heel duidelijk maakt voor ze. Met enen en met tienen, met honderden. En waardoor ze gewoon dat getal inzicht beter krijgen. En daardoor het rekenen leren. En het tactiele. Dat het juist door het te doen met je handen. Dat het daardoor beter in je hersenen komt. Te stimuleren. Ja, absoluut. En dan zie ik al gelijk gewoon voor mij 1000-bord en inderdaad gewoon... Het 100-bord, de Pythagoras-bord. Wat heel mooi zijn de kralen kettingen en de kralen staafjes. We hebben bijvoorbeeld het kralendekenoom, noemen wij dat dan. En daar leggen wij echt de volledige keertafels mee uit. Zodat de kinderen ook echt zien dat dat is opgebouwd uit 1x1, uit 2x1. Nou, zo leggen zij allemaal die tafels uit. Maar dat je het ook kan omkeren. Dus dat je kan zeggen van, oké, die 2x1 kan je ook omwisselen naar 1x2. Nou, zo komen er hele mooie patronen in dat veld. En dan maakt dat heel inzichtelijk. Ja, het is echt wel... Ik vind het zelf echt prachtig ook. Hè? Gewoon om te zien gewoon ook het veelzijdige van het materiaal. Hè? Dat het op rekening is op taal, maar ook zoveel gebieden. En nou, je zou kunnen zeggen, hè, als je het Montessori materiaal gebruikt, dat je best wel analoog werkt. Ja. Maar ook op Montessori scholen wordt er gebruik gemaakt van technologie. Dat weet ik, dat zie ik ook op de scholen waar ik naartoe ga. Dat zie ik op de scholen van mijn kinderen. Hoe zet jij technologie in combinatie met jouw opleiding als Montessoriaan en jouw filosofie, jouw visie over het lesgeven? Ja, nou, ik heb iets met technologie, dus dat is ook echt wel een beetje mijn ding. Ik ben op school ook iCoach sinds een paar jaar, om dat wat in banen te gaan begeleiden. We hebben een hele mooie techstudio bij ons op school, waarin wij heel veel materialen van Lego Education hebben. Dus waar de kinderen programmeren... En waar ze daar dan mee bezig zijn. Dat doen ze dus binnen de klas ook weer en buiten de klas. En ook binnen de klas proberen we de technologie heel erg te betrekken. Ze zijn bij mij bijvoorbeeld heel erg bezig met het maken van presentaties. Dat doen ze op het moment heel graag in PowerPoint. Maar dan leren we ze ook om filmpjes toe te voegen. En om de linkjes daarin te plaatsen. Maar ook om het met mij te delen. Zodat ze het zeg maar inleveren. Zodat ik het van tevoren even kan bekijken met ze. Van klopt het allemaal? Met het spellingsonderwijs zet ik bijvoorbeeld heel erg graag de Dash-robot in. Dat ze daarmee de woordjes sorteren naar de juiste categorie. Op dat soort manieren vooral. Dus je hebt echt gewoon technologische elementen gewoon geïntegreerd in jouw dagelijks onderwijs. Dus je hebt echt een hele mooie combinatie weten te creëren tussen gewoon het traditioneel Montessori materiaal en die nieuwe technologie en de huidige technologie. Ja. Om toch die kinderen ook die digitale vaardigheden aan te brengen. Ik zie het, de nieuwe technologieën, al die nieuwe dingen die er tegenwoordig op de markt zijn, zie ik gewoon ook als nieuw Montessori materiaal. En ik denk dat Maria Montessori echt heel erg had staan juichen als ze deze ontwikkeling had gezien. Want zij was altijd heel erg vooruitstrevend en heel erg vernieuwend. Dus ik vind dat dit echt perfect past bij onze manier van werken. Want het is gewoon een werkje wat in de kast ligt. We hebben ook niet voor elke leerling een eigen Chromebook. Ik heb 6 Chromebooks in de klas van 28 kinderen. En het is gewoon een werkje wat ze kiezen. Daarmee kunnen ze ook spelling doen. En daarmee kunnen ze ook rekenen doen. Of een presentatie maken. Of het is een werkje.
Ja, precies. Dus het is gewoon gekeken naar het kind weer. Ja, inderdaad. En terug echt naar de oorsprong van wat Montessori is eigenlijk. En inderdaad, wat je zegt, ik ben er ook echt stiekem van overtuigd dat ze Maria Montessori dat echt zou toejagen. Omdat het ook weer een andere vorm is die past ook met de gedachten. En die ook past met deze tijd. We kunnen ook niet meer doen alsof het gewoon er niet meer is. Dat kan gewoon niet. Nee, en ik vind ook dat kinderen moeten leren dat het er is, maar ook dat het in een beperkte mate er is. Dat je niet altijd alleen maar alles met technologie hoeft te doen. Dat je niet altijd de hele dag alleen maar achter een scherm hoeft te zitten. Dat vind ik wel ook heel belangrijk. Maar ik vind wel dat ze het recht hebben om te leren. Want waar ze komen, komen ze. Ze komen ermee in aanraking. Of je nou je eten bestelt bij de McDonald's, of dat je ondertussen bij de zelfscankassa staat, bij de supermarkt. Ze zijn altijd overal in aanraking met die technologie. En als wij ze dat, denk ik, bij ons in het onderwijs niet gaan leren hoe daarmee om te gaan, en wat dan de tip en de tricks zijn, en wat ook de gevaren zijn, dan denk ik dat wij ze tekort doen. Ja, dat denk ik ook. Daar ben ik ook echt gewoon helemaal van overtuigd. En ik denk dat het ook echt heel erg belangrijk is om te aansluiten gewoon aan hun wereld. Ik bedoel, het is gewoon heel anders. Ik geef vaak ook gastlessen bij de kleuters. En dan kijken we op hele normale onderdelen. Een winkel, thuis, boodschappen doen of iets bestellen, een reis, wat dan ook. Maar hoe doe je dat eigenlijk? En dan gaan we ook de kinderen bevragen van, hoe doen jouw papa en mama dat? En dan komt dat technologische aspect vaak heel erg naar boven. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat ze dat hebben. Maar net zoals jou vind ik ook echt gewoon dat ze niet de hele dag erachter moeten zitten. Nee. Lekker buiten moeten spelen. Lekker bewegen en andere dingen doen. Dus dat is ook echt super, super belangrijk. En je gaf aan, hè, dus je bent iCoach op jouw school. Dus je hebt ook echt gewoon die affiniteit met de technologie. Je blogt ook over digitale geletterdheid, als ik het goed heb. Maar jij hebt ook gewoon specifiek nog, hè, na jouw opleiding van de leraaropleiding en dan de Montessori-opleiding. Hè, want dat is een aparte opleiding die je er nog bij moet doen. Eenmaal dat je gewoon echt gewoon bevoegd bent om les te geven. Heb je ook, als ik het goed heb, een master onderwijs en technologie gedaan, toch? Ja, ik heb 1 jaar master onderwijs en technologie gedaan. Het tweede jaar dit jaar heb ik niet afgemaakt. Omdat het toch niet helemaal paste bij hoe ik het wilde bij mij op school. Maar ik heb de master onderwijs en technologie 1 jaar gevolgd. Om wel te gaan kijken, hè, hoe je het nog passender kan maken in dat onderwijs. En hoe je het nog waardevoller kan maken in het onderwijs. Dus echt op zoek om constant die integratie te maken van technologie eigenlijk als een middel, als verrijking van jouw onderwijs. Als ik het goed begrijp. Ja, en ook om die balans te blijven zoeken. Want het is, hè, het is voor alle scholen nieuw. En wat ik altijd heel vervelend vind als je scholen ingaat, is dat je het idee hebt dat je 20 jaar terug in de tijd stapt. En dat juist nu met die technologie wil je zorgen dat je dus die tijd sneller weer bij de tijd, zeg maar, haalt. Ja. Dus dat het allemaal weer een beetje up-to-date is. Dus vooral de balans tussen het onderwijs en wat er moet. Want je moet gewoon spelling, taal, rekenen, lezen. Dat moet, dat is ook heel belangrijk om te leren. Maar de balans daarin met de digitale technologie en het leren van de digitale technologie vind ik heel belangrijk. Ja, ik denk dat dat ook gewoon noodzakelijk is. Hè. Ik kan het ook gewoon, ik zit er dag in dag uit. Hè. Wij helpen natuurlijk gewoon met het bedrijf waar ik aan het hoofd ben, met digitalisering van het onderwijs en het in te zetten waar het past. Hè. Want dat vind ik ook wel erg belangrijk. Hè. De juiste vraag blijven stellen van, maar waarom het gebruikt? Waarom zou je het gebruiken? Ja. En waarom moet je het gebruiken? In sommige gevallen is het gewoon heel erg raadzaam om in te zetten. Maar in sommige andere gevallen past het helemaal niet. Bij sommige kinderen ook veel beter dan bij andere kinderen. En wat werft dat ook echt gewoon van de mensen die op jouw school werken? En welke vaardigheden hebben ze daarvoor nodig? Dus dat is gewoon een hele vraagstuk die gewoon helemaal gekoppeld is aan elkaar. Die bestaat alleen maar van kleine puzzelstukjes. Dus dat is ook wel echt gewoon heel erg mooi om te zien. En heb jij, dus je zet technologie gewoon echt al best wel veel in. Heb jij gewoon nog één hoogtepunt die jij misschien met ons kan delen, waar je dacht van, wauw, toen ik technologie heb ingezet voor deze doeleinden, dan was het echt de top. Nee, het is meer dat ik gewoon vooral heel erg trots ben gewoon op wat kinderen, ook zelfs al bij mij in groep 3, gewoon weten te bereiken. Dat wat je nog heel veel hoort is dat we het eng vinden om het in te zetten en om te gebruiken. Want het is best wel een hele grote wereld waar we de kinderen in loslaten.
En dat dan zo'n zesjarige het gewoon lukt om een filmpje toe te voegen in een PowerPoint-presentatie. En om dan dat ook nog eens met mij te delen en daar ook nog eens hele mooie plaatjes in te zetten. En iedere keer weer als dat lukt en als ik ze daarin zie groeien en vooral als ik dan kijk natuurlijk naar onze visie, hoe ze daar elkaar in helpen en in stimuleren en in motiveren, dan kan ik alleen maar met zoveel trots en blijheid iedere keer naar die kinderen kijken. En dan denk ik, ja, dan zie ik de toegevoegde waarde ervan. En dan zie ik dat het werkt en dat het mooi is. En dat het ook goed is voor ze om daarmee te werken. En dat het helemaal niet eng hoeft te zijn. Ja, precies. Want je stipt iets aan, hè. Het is gewoon eng soms. Hè? Gewoon dat wordt echt, dat is toch wel een gevoel dat enorm heerst in het onderwijs. Ja. Als we het hebben over inzet van technologie. Maar als je kijkt dan naar de kinderen, ja, die zijn niet bang. Die klikken overal en die proberen het wel uit. En als het niet mis, dan als je ze één keer hebt uitgelegd hoe je teruggaat of als je Ctrl-Z gebruikt, dan die onthouden ze elke keer. Dus dat is gewoon een soort escape. Daar kunnen ze weer gewoon aan de slag. En ze zijn ook niet bang om het stuk te maken. Wij zijn als volwassenen vaak bang om het stuk te maken of om vast te lopen. En dat hebben zij niet. Zij zijn nog zo puur daarin. En dat is, ja, dat is leuk. Ja, ik denk ook als we allemaal nog die dosis van kind zijn zouden kunnen vasthouden als volwassenen, dan zou het gewoon een stuk gemakkelijker worden. Want dat is zeker zo. Die kinderen die proberen het wel. En op andere aspecten zijn ze soms wat terughoudender. Maar als je kijkt gewoon inderdaad met inzet van technologie of dingen uitproberen om te kijken wat het resultaat is, dan wint die nieuwsgierigheid over van wat kunnen ze bereiken, over van nee, ik durf het niet. Ja. En dan vind ik, wat ik dan het mooiste vind, is durf het ook los te laten als leerkracht. Laat ook de kinderen jouw dingen daarin leren. En, want heel vaak dan zeggen ze, oh, dan loop ik ergens vast in. Dan snap ik weer even niet hoe zo'n, met de PowerPoint bijvoorbeeld, hoe dat werkt. En dan komt er een andere aanlopen, een leerling die zegt, oh, maar juf, dan moet je even dit en dit doen. En dan denk ik alleen maar, ja, leuk, ja, fijn. Ja. Ja, dus durf dat ook. Ja, dat is het ook. Dat is ook het mooiste. Ik had dat voorbeeld al eerder genoemd, volgens mij in een podcast. Maar ik had ooit mijn dochter verteld dat ze niet op de iPad mocht en de televisie tegelijk. Want ik vond het een beetje overkill aan schermen. En ik weet nog, een paar weken daarna liep ik langs en zat ze achter haar iPad. En toen zat ze gewoon screen on screen te doen. Dus een kleine scherm met een grote scherm erin op de iPad. En toen dacht ik echt gewoon van, ik kan twee dingen doen. Ik kan nu heel boos worden omdat ze een trucje hebben uitgevonden. Dat ze toch al voor elkaar krijgt om twee dingen tegelijk te doen. Op twee schermen in één scherm. Of ik kan gewoon even heel gewoon slim gaan vragen. Zeg, hoe doe jij dat? Want ik wist niet hoe het moest. Maar dat, ze zijn zo vaardig. Dat is zo leuk. Ja. Ik vind dat echt ook super mooi. En heb jij, we hebben nu hele mooie voorbeelden gedeeld, maar dus toch wel een beetje stiekem doen we ook altijd de andere kant. Heb je ook wel echt een flop ervaren met inzet van technologie, dat je dacht van nou zo, dit pakte echt niet zoals ik het had gedacht? Nou, meer dat het wel technologie blijft en dat het soms niet werkt. En ik had nu ook van de week een collega en haar Bibold was kapot gegaan, terwijl ze net een hele mooie mat had gekocht. Dat je denkt, ja, prut, waarom? En dan baal je wel even. Gelukkig hebben we genoeg Bibolds, dus dan is dat wel weer op te lossen. Maar dat je soms vastloopt en dat je daardoor ook wel weer schrikt hoe afhankelijk je bent. Toch wel. Hè, laatst deed mijn digibord het niet. Nou, dan is er toch echt wel een kleine paniek, zeg maar, van, oh help, ik heb geen digibord. Je kan er helemaal geen les op geven, hè? Maar dan nog, hè, bepaalde werkjes die je ze daarop wil laten doen of iets, dat lukt dan niet. Dat vind ik altijd nog wel heel erg met technologie. Ja, dat is het ook. We hebben toch wel een hele grote mate van afhankelijkheid daaraan. Zeker gewoon aan een internetverbinding ook vaak. Hè? Gewoon dat je eigenlijk gewoon best wel nu heel creatief aan de slag moet. Ja. En afhankelijk bent inderdaad van die technologie. En ook omdat het ook heel erg onbewust gebruiken we het veel meer dan wat we doorhebben. Ja. Dus op het moment dat het wegvalt of dat het niet werkt, dan is het gelijk van, oh, dan is het een beetje ontregeld en wordt het een beetje lastig inderdaad om te schakelen. Maar het lukt jullie altijd over het algemeen. Ja, hebben gezien maar dat het. Soms doe ik het ook wel expres. We hebben ook wel eens bijvoorbeeld vrijdagmiddag, hè? Dat is altijd zo'n gezelligheidsmiddag. Vaak mag je vaak wat voor jezelf doen en dan. En 9 van de 10 keer rennen ze dan allemaal meteen naar die 6 computers die wij dan maar hebben. Want ik heb er 28, die willen daar natuurlijk allemaal op.
dat ik ook echt wel regelmatig zeg van oké, ik zeg, hè, we hebben even tijd voor onszelf. Ik zeg maar, de computers blijven in de kast. Ja. Gewoon soms ook even bewust weer, hè, dat afsluiten, dat wegstoppen, dat, ja, die balans weer. Ja, maar ik denk dat dat ook heel gezond is. Dat je ze naast het gebruik van technologie ook iets anders dat fundamenteel is aanbrengt. Dat je niet elke keer gewoon hoeft te rennen naar die digitale wereld. Of gewoon achter dat scherm, wat toch best wel een individualistische omgeving is. Hè, waar je ook gewoon echt heel erg van de buitenwereld gewoon in je huis of in je klas kan buitensluiten om in een andere wereld die digitaal in te gaan. Dus ik denk dat dat ook heel erg gezond is. Hè? Op het moment dat we dit opnemen, ontstaat het hele verhaal rondom smartphones in de klas. Ik heb daar wel een duidelijke mening over, maar die ga ik niet uitgebreid hier delen. Maar ik denk ook dat het soms ook heel fijn is als ze gewoon kinderen begrijpen van dat het niet altijd gewoon in die digitale wereld moet. En teruggaan naar de oorsprong van de uitwisseling en de relatie die fysiek is en het contact. En wat ook essentieel is eigenlijk voor onze samenleving. Ja, precies dat. Dus ik vind echt heel mooi hoe dat je dat ook schetst. En ook in combinatie met Montessori onderwijs. Ik hoop echt ook dat de luisteraars ook gewoon meer inzicht hebben gekregen. Ook door jouw verhaal in het Montessori onderwijs. Want dat is echt, en wat jij schetst, dat zijn ook de vragen die ik constant krijg. Je kinderen zitten op een Montessori onderwijs. Ja. Dus dat is ook wel mooi. En dat is ook het veelzijdige van ons onderwijs in Nederland. Dus dat vind ik ook wel echt heel erg mooi. Dat we in deze podcast eigenlijk bijna alle takken van sport nu langzaam kunnen verzamelen. Gewoon in ons mooi onderwijssysteem. En we hebben een mooie traditie bij de Teacher Tech Heroes. En we gaan er ook een hele mooie compilatie van maken binnenkort. En dat is eigenlijk jouw tip voor het onderwijs. Dus dat is een tip die uniek is, want dat zijn alleen maar unieke tips die we hebben, maar die maken dat jij gewoon onderwijzer bent, dat jij les geeft en die als je dat wil nu mag delen met de mensen die kijken en luisteren. Sowieso is het natuurlijk het leukste werk wat er bestaat en wat er is. Maar wat ik vooral denk ik wil meegeven is, zoek die balans en durf die balans te zoeken. Tussen gewoon aanhalingstekens onderwijs en het digitale onderwijs. Durf het soms los te laten, want sommigen hoor je dan alleen maar dat ze alleen maar achter Snippet zitten. Maar durf het soms los te laten en durf het juist soms ook toe te laten, ook al is het voor jezelf niet zo bekend. Ja, ik denk gewoon. Balans. Balans. Ja, wat een hele mooie tip, Naomi. Ik wil je onwijs bedanken voor jouw inzichten en jouw bijdrage aan de podcast. Ik ben heel benieuwd gewoon naar wat technologie nog meer gaat brengen in jouw onderwijs. In combinatie met het mooie Montessori materiaal. En ik hoop jou binnenkort, los van deze opname, live te mogen ontmoeten. Hartstikke bedankt. Heel leuk om hier bij je aanwezig te zijn. Dankjewel. Dankjewel. Fijne dag. Hetzelfde. Doei.